Vandaag, 7e, laatste etappe. Jouw top 3, Henk. Ik ga eerst melden dat er een man of 15 wegrijdt. En die blijven voorop. Oké. Okay. Er zit Boris van Haren bij, want die heb ik die eerste dag geloof ik al getipt. Dus dan wordt het tijd dat hij eens een keer iets weer gaat doen. Wie ga ik er nog meer bij zetten? Dus allemaal mannen die op 20... Die heb ik helemaal nog niet gezien. Nee, nou ja, die zal niet in orde zijn. Maar kijk, als je eraf gereden wordt, ja, dan gaan die mannen al gelijk rekenen. Dus dan zoek je toch je busje op in de hoop dat je nog een etappe kunt winnen. Dat was toch eerder in het verleden, was er toch een man die op etappes loerde. Ja, wie hebben we nog meer? Ludo, help me. Ja, ik heb iemand, maar die ga ik niet geven, want dan gaat mijn TRC niet meer kloppen. Jawel, zeg maar. Ik geef jou drie, maar. Ja, ik tip op Tom Boonen. Die was vandaag mee in de vlucht. Hij staat op minuten ook. Ik denk dat hij morgen toch voor de conditie nog aan te scherpen. Het is ook meer zijn parcours als dit. En hij gaf me vandaag een goede indruk ook vooraan. Dus als die mee is, ja, dat kan hem wel winnen ook. En het is zoals Henk zegt, ik verwacht ook een groepje dat wegrijdt. Maar 2 en 3 is zeker moeilijk, want dat is echt gokken. Wie gaat er nog mee zijn? En het kan zijn dat Boris van Hagen gaat mee zijn. Maar het kan ook niet zijn. Maar ik zet gewoon... Bonen op 1. Ja, oké. Okay. En 2 en 3 laten we die even open. Ja, laat die maar laten kopen. Laat maar open. Ik verwacht net als hij denk ik ook dat er een groep wegblijft. En dat Lotto gewoon tempo gaat rijden. En alles waar geen gevaar kan, dat laten ze gaan. En die gasten die nog fris zijn en in de etappe willen winnen, die zullen proberen met een ontsnapping mee te zijn. En wie gaat de Eneco Tour winnen dit jaar? Ja, voor mij gaat wel eens winnen. Ik denk dat die de boel onder controle hebben, die mannen. Ik hoop natuurlijk voor Nederland dat, en dat gun ik hem van harte, dat Tom gaat winnen, maar de sterkste zal winnen. Of de sterkste ploeg in dit geval, ben ik bang. Dat zeg je goed. Sluit jij jezelf daarbij aan? Ja, ik zou daar heel graag hebben dat Tim wel eens aan de leiding blijft. Natuurlijk, het zal een hele harde dag zijn. Lotto is wel met een sterke ploeg hier. Jelle van Endert is een goede doen. Stig Broeks is een renner die echt... voor de eerste 150 kilometer aan kop kan rijden. En er zijn Gert Sieberg, dat een temporijder is. Het is wel een stevig blok. Maar het zal niet gemakkelijk zijn, want BMC zit te loeren. En met Van Avermaat, we hebben Gilbert dan toch. En Gilbert die komt in zijn heimat daar. Hè. Hij heeft al wereldkampioen geworden in de regio, in Valkenburg. Amstel 2 keer gewonnen. Ja, maar we gaan nu naar Midden-Limburg. Hè? Ja, dus, we gaan nog iets wat hoger. Het is anders. Ja. Maar toch, ik verwacht van BNC toch dat ze de regen nog niet geven. En, het is niet zo selectief, toch, morgen? Ja, het is... ja, wel een harde finale, maar goed. Maar Gilbert is niet in de doen die wij gedacht hadden. Dus Craig van Avermaat heeft de rit gewonnen. Ik zeg nogmaals, die staan allemaal dicht in het klassement. En als Lotto slim is, en dat zijn ze, die laten liever een groep wegrijden en de rest controleren. Ja, wie gaat er dan nog iets ondernemen daarachter? Ik denk dat de top 3 voor het moment vaststaat. Misschien kan er onderling nog eens geschutst worden, maar ik hoop dat wel eens het houdt. Het zou fantastisch zijn, jongens, 22 jaar. Het is dat. Maar 7 seconden is niet veel. Nee, dat is zeker niet veel. En je zag ook in de finale Lars Boom, daar zit nog punch op. Het zal zien. Spannend worden. Ja. Maar Lars Boom zit bijna alleen, hè? Ja, alleen Sepp van Marken. Dit duurt nog 5 minuten, jongens. Tom Dumoulin stapt af. Nee, maar kijk. Zit ook alleen in de finale. Heb je vandaag ook maar gezien. Maar wel een start 7 seconden voor. Dan moeten die anderen eerst nog goed maken. Ja, als er de groep weg is. Mee, Jelle van Endert. En als die morgen mee is, ja, dan trekt hij aan het langste eind. En de Boni als twee is... Nederlanders vechten, dan gaat de Belger mee lopen. Ja, voilà. Nou, heel mooi. Kom, weg. Boni is ook weg. Klaar, hè?